Nou, waar zijn we hier? Wij zijn hier in Amsterdam. En je denkt, wat doe ik hier nou in Amsterdam? Nou, op deze plek zijn heel veel Bulbasaur. Dus wij gaan even een rondje lopen, want ik ga op bezoek bij iemand. En kijken of we dat nog even mee kunnen doen. Nou, als je hier beneden kijkt, hebben we er al één gevonden. En het lijkt erop dat we dus wel wat Bulbasaurs kunnen vinden in dit park. Nou, we zijn nu onderweg naar de Bulbasaur. Als het goed is, is waar hier in de buurt bij die loer zou die moeten zijn. We merken het zo meteen wel. Dit is een schermopname, dus ik weet niet hoe goed het geluid hiervan klinkt. En anders moeten jullie het hier even mee doen. Het stopt ook een beetje, maar ja, dat wordt nu direct door de tablet zelf opgenomen. En ik hoop dat zo meteen wel de Bulbasaur in beeld springt. En daar is hij dan, de eerste Bulbasaur. Nou, we hebben onze eerste Bulbasaur gevonden. Ik zie hier een Hypno zelfs in de buurt, maar die heb ik al. En we zijn hier eigenlijk een beetje voor de Bulbasaur, dus daar doen we wat meer onze best voor. En, oh! Kijk, de tweede popt alweer in het beeld, dus ze zijn hier gelukkig heel erg veel. En de tweede is al meteen hier. Kijk, dat gaat wel heel hard zo op deze manier. Dat zijn er inderdaad heel veel. Kijk, deze is wat sterker, wat steviger. Dus maak ik een nieuwe Raspberry en ik neem een Great Ball. Je moet natuurlijk niet altijd zulke gekke dingen doen, net zoals Great Balls voor dit soort diertjes gebruiken. Maar het komt omdat in mijn buurt zijn er zoveel stops dat dat kan. Het tweede wat je gaat zien is dat het gooien wat lastiger gaat. Maar dat komt omdat ik nu ook aan het opnemen ben. En daardoor gaat het allemaal wat stroever en wat stroperiger. Dus ik zal al lang blij zijn als ik daadwerkelijk raak gooi. Nou, deze doet al een stuk moeilijker meteen. Nou, deze Pokémon die heeft echt zoiets van, zoek het maar uit, ik wil niet door jou gevangen worden. Kijk, we hadden een ultrabal nodig om dit deze te kunnen vangen. Maar het is gelukt, we hebben de tweede en het gaat wel heel hard zo. Nou, hier zie je dus Rembrandt Park. Is natuurlijk heel anders dan Kijkduin. Veel minder drukken en veel meer een gewoon park. Alleen dit park is gewoon bijzonder, omdat er zoveel Bulbasaur zijn. Oh, en er zijn enorm veel Drowsies. Tenminste, vandaag zijn er heel veel Drowsies. Bijna net zoveel als we in Blijdorp hadden. In Blijdorp hadden we er gewoon meer dan 13. Op een gegeven moment waren er zelfs 5 in hetzelfde scherm. Nou, dit is Rembrandt Park. Er waren in het Rembrandt Park natuurlijk niet alleen maar Bulbasaur. Deze Nidoran kwam ik daar ook tegen. En dat was natuurlijk gewoon tijdens het rondlopen. We hadden een beetje rond uitgezocht van waar ze allemaal al zijn. En wat ze allemaal aan het doen waren, die Bulbasaur, waar ze een beetje rondhingen. Nou, deze ging ik vangen. En nadat ik deze had gevangen, kwam er meteen een Bulbasaur tevoorschijn. Dus het is van de ene Pokémon ging het over in de andere Pokémon. Het leek net Kijkduin, alleen waren we in Amsterdam. Wat ik wel merkte bij de Bulbasaur was dat ze heel erg lastig te vangen waren, of te vangen zijn eigenlijk. We hadden heel veel ballen nodig en vaak ben ik toch maar een ultrabal gaan gebruiken om deze starter Pokémon te kunnen vangen. Want ze deden gewoon heel erg lastig. Mijn familie heeft bijna 12 Bulbasaur gevangen en van de 12 Bulbasaur die er waren zijn er bij mij 4 ontsnapt. Dat vind ik best wel veel, dat is gewoon 1/3 is bij mij ontsnapt. Die vloog gewoon weg en die ging er vandoor. Deze Pokémon die we hier zien, kwamen we ook daar tegen. Ik had hem nog nooit eerder in het wild gezien. En deze Gloom vind ik eigenlijk nog stiekem wel leuker dan al die Bulbasaur die we aan het vangen waren. Dit was best wel bijzonder. Ik had hem wel, maar dat kwam omdat ik hem geëvolved had. Niet omdat ik hem gevonden had. En dit was voor de eerste keer dat we hem gevonden hadden. We hebben hem bijna allemaal gevonden. Bij mevrouw ging het mis, daar ontsnapte die. Dus dat was wel heel erg jammer. Maar zoals je kan zien, Rembrandt Park is best wel een goede plek om te vangen. Dus als jij niet naar Kijkduin kan, maar je woont in Amsterdam, ga dan lekker naar iets als Rembrandt Park. Misschien is het Vondelpark ook wel een goede plek. Maar hier zijn er gewoon heel veel. Nou, na de Gloom kwam er ook meteen even een Horsie tevoorschijn. Die kon er ook nog wel bij. Geen probleem. Het zijn dus echt
best wel veel verschillende beesten die daar te vangen zijn. En het is gewoon een hele leuke omgeving. Kinderen konden spelen. Je kan er naar een kinderboerderij toe. Er is echt van alles te doen. En dit is de laatste van de bijzondere Pokémon die jullie willen laten zien. Een Parasect. Er waren natuurlijk nog wel meer. Hè. Jullie hadden al gezien dat er in mijn lijst een Hypno was. En soms is er ook nog een Jinx. Hebben we daar gezien. Die hebben we niet gevangen. Want we gingen er niet naar op zoek. Maar er is best wel echt veel te vangen in het Rembrandt Park. Nou, dit is eigenlijk ook wel leuk om te laten zien. Zoals je hier ziet is hier een kleine geitenweide. En daarachter is een speelplek. En volgens mij kan je er ook nog wat drinken. Dus als je een keer even geen zin meer hebt om achter al die Bulbasaurs aan te rennen. Dan kan je hier dus ook gewoon een beetje lekker rondhangen, een beetje spelen. Dat is natuurlijk het mooie van het park. En als wij hier kijken is daar... Gaat het lukken als ik inzoom? We proberen het gewoon niet misselijk worden hopen. Ja, kijk, daar is nog een speeltuin. En je zijn hier heel veel grasvelden waar je lekker op kan rennen. Dus het is gewoon een heel leuk park, het Rembrandt Park. En dat is een perfecte omgeving, want je kan spelen, je kan Pokémon vangen, je kan relaxen. Je ouders kunnen hier een beetje in de schaduw rondhangen. Dan kan jij een beetje rondwandelen als je dat leuk vindt. Of als je zelf wat ouder bent, kan je hier gewoon lekker alles doen. Dus Rembrandt Park is gewoon een mooie plek om Pokémon te vangen. Lekker relaxed. Er zijn van alles, er zijn ook hele bijzondere. Ik had ook al gezien van Jinx en zo te vinden was. Dus dat... Shelders, Krabby's, er zijn van alles te vinden. Dit is wel heel erg handig. Ik heb het nog niet geprobeerd, maar er schijnt hier zelfs in het park gratis wifi te zijn. Er waren heel veel Bulbasaur in Rembrandt Park. Maar jammer genoeg voor mij, bij mijn familie ging het niet zo slecht, is wat je in dit stukje van het filmpje gaat zien 4 keer gebeurd. Ik was bezig een Bulbasaur te vangen. Ik gooide mijn ballen. Het gooien ging wat lastiger door de tablet. Maar de Bulbasaur was van mening dat het niet nodig was om voor mij in die bal te blijven. Het was zelfs zo dat hij dit deed. Dit was het dan. Zoals jullie hebben kunnen zien, mijn bal Bulbasaur avontuur was niet fantastisch. Dat ging redelijk fout. Bijna de helft van mijn Bulbasaurs zijn gepoefd. Ja, dit ziet er natuurlijk niet zo mooi uit als het gedeelte waar we net waren. Maar dit was Rembrandt Park en de hele vele Bulbasaurs.